Vandaag gaan we dammen. In het kader van de Nationale Sportweek. ja, en daar staat hij. Dat is Roel. Hoi Roel. Hoi. Je bent een Nederlands kampioen dammen. Ja, dat klopt. Hoe lang dam je al? Sinds mijn 7e. En je bent nu? 19, dus dat is 12 jaar. Maar je bent op je 19e Nederlands kampioen dammen? Ja, ik ben een van de jongsten die dat is geworden. Ja, het eerste wat belangrijk is dat het vakje links onderaan, dat zwart is. Het vakje links onderaan, dat zwart is? Oh, zo, zeg maar de ondergrond. Dit vakje is altijd zwart. Oké. Okay. Want anders heb je het bord gespiegeld en dan krijg je gekke dingen. Slaan is verplicht. Ja. En slaan, dat doe je op deze manier. Dan moeten die schijven, ja, tegen elkaar staan. Ja, dan sla je er overheen. Overheen? Ja. Oh, ja, en dan kom je op het veld erachter uit. En dan mag je die schijf wegpakken. Dan wil je ook nog deze. Ondertussen denk je, nou, ik pak alles schijven. Ja. Je moet er zelfs nog heen. Terug. Ja. En nu gaat zwart slaan. Nu gaat zwart slaan? Oh. Ja, want je hebt er net dus een stuk 6 weggegeven. Tik, ja. Door. 2. 3, 4 en dan 5. Tering, weet je. En in principe wint zwart nu, omdat deze schijf weer vrije doortocht naar dam. Oh, bizar. Wel cool. En dat had jij net allemaal al gezien? Ja. Ik geef op. Goed, en mag dat überhaupt, Roel? Of moet hij uitspelen? Nee, je mag opgeven. Dat mag op elk moment. Oh. Dat het duidelijk is. Gefeliciteerdje, hoor. Ja, dankjewel. Niet zo hard knijpen, Wiet. Waarom knijp je zo hard? Ja, een beetje met vals spelen heb jij gewonnen. Nee, heb ik vals gespeeld? Nou, ik heb je wel tips gegeven, maar ik heb hem ook tips gegeven. Nou, ja. Dankjewel. Goed. Ik ga heel even... Jeetje, dat is bijna niet te tillen, al die stenen. Hey, zo. Wat een stenen. Goed, Roel, dankjewel. Kijk uit, het zijn de stenen van Roel. Q is good for you.